with the 5-4-3 on the plate. Coming out of Holland, Mr. Tom Mandenmakers. 9-5-9 on the plate. Coming from Holland, Mitchell Schotman. 2-4-1 from the Dutch squad, Niertje Bensink. Rider with the 9-2-1 on the plate, Mr. Joris Harmsen. 1-2-1 on the plate, the legend, Mr. Raymond van der Biezen. 9-2 on the plate, coming from TV Sports, Martin Jaspers. 1-9-2 on the plate, Dave van der Burg. And last but not least, 3-2-7 on his back and on his plate, is Mr. Jordi van der Heijden. This is the final we'll all be waiting for, ladies and gentlemen, boys and girls. Only 7 riders are up the hill. Ja, Dave van den Burg moest even naar het toilet. Oh, kan ook gebeuren, hè? Ja. Ja, maar nu weet iedereen het. We hebben het op livestream wel eens doorgezien. Nee, ja, het is een mens, hè? Dames en heren, een davend applaus voor je elite finalisten. Oké, ondertussen zien we Dave van den Burg naar boven komen, de man van het Verlu-team. En ik hoop dat hij volledig leeg is. Geef Dave van den Burg even applaus, hè? Krijg je dan applaus om wel te pissen? Ja. We bouwen de spanning op, dames en heren. Want we zijn toegekomen aan de allerlaatste finale van vandaag. Ik wil nog eenmaal een daverend applaus voor de organiserende vereniging. The organizing for this weekend's Three Nations Cup. FCV de Duurste, Schijndel. Back to business. Back to the starting gates. Elite man lining up. Van der Heijden, Van der Burg, Jaspers, Van der Biezen. Harmsen, Bensink, Schotman en Mandenmakers. This is it, ladies and gentlemen. Zo, je kan natuurlijk weer opzetten op deze jongens. En we zien daar ondertussen dat Raymond van der Biezen ingesloten is. Van der Burg zit daar op 1. Harmsen op 2. Van Biezen naar de Bies. Op Raymond van der Biezen. En de valpartij van 5-4-7, 5-4 Blommelop, 5-4-3 Tom Mandenmakers. Tom Mandenmakers die ligt daar op zijn rug. Maar hier op 1 gaan we nog altijd kijken naar Dave van der Burg. Op die tweede plaats Ineke Harmsen. Op die derde plaats zien we Raymond van der Biezen. Kan Raymond van der Biezen nog een plaatsje opschuiven hier in deze twee laatste strijders? Ja, Van der Burg, Harmsen, Van der Biezen en Bensink. Het is Dave van der Burg die de winst pakt. Nou, proost, dames en heren. Het was zo spannend dat ik je vergat. Kun je dat nu geloven? Kun je dat nu geloven, Gerco? Maakt niet uit. Dames en heren, applaus voor jullie zelf. Ik wens u allen een hele veilige thuisreis. Tot de volgende keer. Heel veel plezier bij de BK. Het Duits kampioenschap en het Nederlands kampioenschap. Europees kampioenschap in Verona.